Het nieuws in 1 minuut. Door een hevig uitslaande brand bij restaurant Pan in de Lutte moet het pand als verloren worden beschouwd. De brandweer heeft rond 9:10 het sein brandmeester gegeven. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Een automobilist is zondagavond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Poppenallee in Dalfsen. De man reed met zijn auto van de weg en botste tegen een boom. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto bevrijd. Een 25-jarige man uit Rijssen heeft zaterdagmiddag in Almelo voor de nodige commotie gezorgd door een auto in het water te duwen. De politie dacht aanvankelijk met een ongeval te maken te hebben. Later werd duidelijk dat de Rijssenaar de auto expres in het water had geduwd. Een opmerkelijke file zaterdagmiddag in het centrum van Hardenberg. 43 lelijke eenden reden in optocht door de straten. De autoliefhebbers wilden met de file een plekje in het Guinness Book of Records bemachtigen. Het weer, motregen en maximaal 16 graden.